Welkom bij het YouTube-kanaal van 24Race.tv. Leuk dat je weer kijkt. Een hoop stoom afblazen dit keer. En we hebben natuurlijk ook weer een trein van de week. De lente is echt in volle gang en dat betekent weer een hoop bijzondere ritten en evenementen. Zo reed de Bossebolle Express van Den Bosch naar Haarlem en we hebben een exclusief verslag van deze prachtige stoomrit nu bij 24 Trains. Straks vertel ik er meer over, want er zijn nog veel meer nieuwe films en magazines en daar ga ik nu eerst wat over zeggen. In Engeland is er altijd genoeg stoom te zien op de diverse museumlijnen. Een van die lijnen is de East Lancashire Railway. Een 20 kilometer lange historische spoorlijn in Bury, en dat is in het noordwesten van Engeland. In deze serie zijn beelden te zien die zijn gemaakt tussen 2019 en 2022 voor een aantal speciale evenementen. Naast de reguliere vloot zijn de tal van bezoekende locomotieven, variërend van de grote LMS 460 nummer 4600, de Royal Scot, tot Caledonian Railway 044T nummer 419. Het is zoveel prachtig videomateriaal dat we het opgeknipt hebben. Het eerste deel is nu te zien, het tweede deel volgende week. Vond je het tramthema leuk vorige week? Nou, dan heb je geluk, want deze keer nog weer mooie trams. Want we nemen je in het Duitsstalige reisprogramma On Tour mee naar Lissabon. Het heuvelachtige oude centrum van de Portugese hoofdstad is beroemd om zijn elektrico's, de historische trams. Levende museumstukken die ooit de reisgewoonte van de inwoners van Lissabon in hun tijd veranderden. De stadstoer bergop, bergaf, door smalle straatjes naar de bezienswaardigheden van de stad is het reizen met deze historische trams ja, een bijzondere ervaring. Alsof je met de tram de heuvel op rent. Dan weer terug naar de treinen. Onze vaste spotter ging op 15 april 2023 treinen bekijken in het Duitse Hamerwald, gelegen tussen Leerte en Peinen in de deelstaat Niedersachsen. Het doel was om de VT12.5 vast te leggen die onderweg was voor een rit van de nostalgiezoekreizen.de. Dit dieseltreinstel werd in 1953 gebouwd en kreeg de naam Eierköpfe en reed die dag vanuit het Harzvorland naar Berlijn. Als extra passeerde die ochtend ook nog de 100313 van DB Museum. De Bielefelder Eisenbahnfreunde die gingen met deze Intercity naar het Dresdner Dampflokfest. En naast deze twee nostalgische treinen is er ook nog het reguliere treinverkeer te zien, waaronder DB IC en ICE's. Kortom, een heerlijke klassieke Duitse treinspotvideo. Je weet inmiddels dat er bij 24Trains.tv genoeg modelspoor is te zien en de collectie van modelspoorvideo's die blijft ook maar doorgroeien. Dit keer nieuw een videoverslag van de Mop Expo. Dit Belgische modelspoorevenement dat in april plaatsvond werd georganiseerd door de Belgische modelspoorvereniging MSC Het Spoor. Er konden prachtige modelspoorbanen worden bekeken in de serie die we voor je hebben samengesteld. Op 23 april 2023 organiseerde het Stoomgenootschap, partner van 24 Trains, de Bossebolle Express. Deze rit met een stoomlocomotief van de SSN, de Stoomstichting Nederland, ging van Den Bosch naar Haarlem. De dag ervoor was de SSN al druk bezig de stoomlocomotief op te stoken voor de rit de dag daarna. En 24 Trains mocht mee en maakte een mooie film van het opstoken en natuurlijk van de rit zelf. Het opstoken dat gebeurde op de thuisbasis van de SSN, het depot in Rotterdam. Altijd leuk om even rond te kijken op dat depot. De locomotief die de Bossebolle Express ging trekken was de 01.1075 die in 1940 werd gebouwd in Berlijn. Deze sneltreinlocomotief is van de Duitse serie Baureihe 01.10 en van het Pacific type. Deze locomotieven hebben grote drijfwielen van 2 meter doorsnee en werden gebouwd voor het trekken van sneltreinen. De maximumsnelheid van deze locomotief is 140 km per uur en hij weegt bijna 200 ton. Het is een 3-cilinder locomotief waarvan er 55 werden gebouwd door Schwarzkopf in Berlijn. De rit van Den Bosch naar Haarlem ging via Tilburg en Rotterdam langs de prachtige kleurige bollenvelden bij Lisse en omgeving. En terug ging het ook weer langs die prachtige bollenvelden en daarna via de weinig gebruikte verbindingsboog bij Rotterdam-West naar Utrecht en de eindbestemming Den Bosch. Het was een prachtige dag en het exclusieve verslag van die onvergetelijke dag. Het was een prachtige dag en het exclusieve verslag van die onvergetelijke dag vol stoom en bollen kun je nu zien bij 24trains.tv.
24trains.tv heeft trouwens nog veel meer films van mooie stoomritten door Nederland. Zo reed vorig jaar nog de Westfalen Dampf Express. En daar is met uniek beeldmateriaal ook een prachtige film van gemaakt. Het verhaal erbij wordt verteld door vriend en ook treinenliefhebber Jeroen Nieuwenhuizen, wat de film natuurlijk helemaal afmaakt. Heb jij nou zelf beelden van bijzondere ritten? Laat het ons weten en misschien zie je ze wel terug bij 24trains.tv. Zoals je weet kan je bij 24trains ook treinen en modelspoormagazines lezen. Je hoeft er niets extra's voor te betalen, want het zit allemaal inbegrepen bij je 24trains abonnement. Voor maar €4,99 per maand ben je al abonnee. Dit keer weer een nieuwe editie van het Duitse tijdschrift Gartenbahnen. Gartenbahnen gaat over tuinspoor, met een lichte nadruk op modelspoorbanen die groot genoeg zijn om personen te vervoeren. Iedere 3 maanden komt Gartenbahnen met portretten van bouwprojecten en evenementen, tips en tutorials, nieuws van tuinspoorwegclubs en een aantal evenementen in een evenementenagenda. Een ander magazine is de Model Railroad Hobbyist, afgekort als MRH. MRH is het grootste, volledig digitale magazine over Noord-Amerikaanse prototype modeltreinen in alle soorten en maten. Elke editie van ruim 140 pagina's zit bordevol how-to's, tips en tricks over hoe je jouw favoriete hobby nog beter kan beleven. Dames en heren, goedemorgen. De trein van de week. De trein van de week is een locomotief van de Nederlandse spoorwegen. Een oudje al, namelijk de NS-1000, elektrische locomotief. Die NS-1000 is een type dat tussen 1948 en 1982 werd ingezet door de Nederlandse spoorwegen. Het waren de eerste eigen elektrische locomotieven. En welke tram, trein of locomotief moet volgens jou de trein van de week worden? Laat het ons weten in een comment onder deze video. Je ziet het, de collectie blijft iedere week maar doorgroeien. 24trains.tv met ruim 4000 treinenfilms en magazines is inmiddels de allergrootste treinenmediatheek ter wereld. Vanuit je luie stoel kijk je naar jouw favoriete treinenfilms, want voor elke liefhebber is er wel wat. En bij 24trains het filmen van de week weer op, word je niet gestoord tussendoor of vooraf door reclames. Je kan het altijd ongestoord kijken en lezen. Hoe fijn is dat wel niet? En voor onze abonnees proberen we kortingen te regelen waar je ook nog eens van kan profiteren. Dus waar wacht je nog op? Ga in een sneltreinvaart naar 24trains.tv en word abonnee. Voor maar €4,99 per maand ben je het al. Voor de prijs hoef je het echt niet te laten en het maakt je treinenhobby gewoon helemaal compleet. Wat vind je trouwens van deze video? Zou het leuk vinden als je me een like geeft en abonneer je dan ook meteen op ons YouTube kanaal, zodat je altijd op de hoogte blijft. Stap in bij 24trains.tv, de Netflix voor de treinenliefhebber.